Paul die belde mij een tijdje geleden op en zei: God, ik heb 100 auto's nodig. Zeg, ik ben een collega van Paul, ik doe ook vier terreinauto's. Ik zei: joh, dat red je nooit van je leven. 100 auto's bij elkaar, mensen hebben het allemaal druk. De een gaat vissen, de ander heeft allerlei andere hobby's. Wij doen ook wel eens evenementen en als ik je 10, 15 auto's heb, nou, dan mag je blij zijn. Maar dit is helemaal uniek. Is het de bedoeling dat er een recordpoging gedaan wordt voor het Guinness Book of Records? En dat moet officieel gedaan worden en vandaar de notaris erbij. Wij gaan tellen hoeveel wagens er deelnemen aan het festijn en daar maken we dan een procesverbaal voor. Auto's zijn we begonnen. We zijn met 100 auto's geëindigd. Dus wat dat er gaat is de record over. Wat dat er gaat geslaagd. Dus een applaus voor iedereen die hier aan mee heeft. En we vonden het een hele levensgrote afbeelding van de power van zo'n jongen. Met de afbeelding van de Corando. Misschien heb je nog een mooie plaats in de slaapkamer voor deze. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Dus natuurlijk. En de eerste prijs is een heuse Corando fiets. Geweldig. U kunt die auto hier laten staan en de fiets naar huis. De keuze is aan u. Nou, de benen zijn er goed genoeg voor. Oké, veel plezier ermee. Heeft iedereen hem gezien? Het is een sterke, compacte auto. Ja, hij is ruim. Hij is lekker soepel. Er kan wat achter hangen. Toen we hier in de showroom dat soort beesten zagen staan, waren we eigenlijk wel gelijk verkocht. Ik vind vooral de ruimte en het ruimen van de auto zelf. Dus het goed gaat lekker zitten, lekker rijden, lekker soepel rijden. En een fatsoenlijke aanhanger erachter kunnen hebben. Vind ik erg prettig. Bij eens in mijn leven moet ik in een Corando gereden hebben.